gewoon te veel gerogen. Ik zit al 3 uur aan Spa Rood en aan de espresso. Ja, Charlie en ik hebben een uitnodiging voor de Luxury Fair, voormalig Millionaires Fair, in de Rai deze week. Oh, gaat die telefoon? Oké, dat was de telefoon. maar we moeten dus naar de Luxury Fair. En, of tenminste, we moeten. We zijn ervoor uitgenodigd. En ik moet een jurk hebben. Alleen, heb ik geen zin om weer helemaal moeilijk dat bij iemand te gaan lenen. Want er gaat hartstikke veel tijd in zitten. Dus dat ga ik ook nu niet redden deze week. Dus het moet iets zijn wat ik even uit mijn kast pluk. Dus ik neem jullie mee naar het heiligdom der heiligdommen. Namelijk mijn walk-in closet. Maar schrik niet, het is echt een grote ontploffing. Daar mag dus eigenlijk ook nooit iemand in kijken. Maar jullie krijgen vandaag de primeur. Nou, daar komt hij hoor. Hier is het. Nou, zo lijkt het nog redelijk normaal eruit te zien. Maar kijk hier. Ah! Zo weg. Nou, dit zijn ze. Zwart of wit. Dit is heel bijzonder. Deze is, kijk, een soort netje. Ja, sorry mensen. Ik beloof echt dat ik die zooi straks ga opruimen. Deze jurk. Die is ook wel mooi. Zo'n mooie achterkant. Alleen... Charlie vindt dit te veel een bruidsjurk. Of zo. Dus het gaat waarschijnlijk deze worden. Alleen deze is dus te lang. Nou, ik heb hem dus even zelf afgespeld. Nou, knap hè. En dan gaat hij zo naar de klerenmaker. Ik heb mijn jurk inmiddels weggebracht naar de klerenmaker. Die kan ik om 5:30 ophalen. Dus dan moet ik echt al helemaal... opgepoetst zijn, want om een uurtje of 7 moeten we vertrekken, denk ik, om daar op tijd te zijn, 7:15 of zoiets. En dan weer terug naar huis, kindjes van school halen en... Houd toch ziek op. En ze zitten de hele tijd doorheen te kwekken, mijn navigatie. Nou, de kindjes uit school halen en dan douchen, haren was lol, make-up, haar doe ik allemaal zelf natuurlijk, zo glamorous is Nederland. En in mijn jurk, oh ja, die moet ik dan nog ophalen en dan hup, naar de fair. Ben benieuwd. Zo, jurk is opgehaald. En hopelijk is hij nu goed qua lengte. Hoe gaat hij hier? Wat ben je doen? Een naakte man aan het filmen. Ik ben niet naakt, ik heb gewoon een broek aan. Oh, jammer. Nog even omkleden. Nou, we zitten in de auto. Ja, dat heb je goed gezien. Het gaat jou ook helemaal niks, hè? Nee, dat ontvangt mij helemaal niks, joh. Ik ben zo scherp, jongens. Ja, toch. Maar, het is dan een tijdje geleden dat we ergens samen naartoe gingen, toch? Meestal of jij of ik. Je bedoelt behalve boodschappen en al dat soort dingen. Iets leuks bedoel je? Ja, maar boodschappen doen wij ook meestal niet samen, toch? Oh, vaak ook wel. Ik bedoel gewoon in de supermarkt, niet boodschappen op de wc, maar gewoon dingen halen. Dingen moet je er allemaal uitknippen. Superleuk, met die woordgrapjes. Natuurlijk wel. Nee hoor. Laat ik allemaal gewoon staan. Ja, oké. Volgens mij wiebelt het beeld heel erg. Kan je nog wel wat zien met licht aan? Je moet later maar terugkijken wat je net zei. Kan je nog wat zien met het licht aan? Ik ben geen vleermuis. Nee, maar ik bedoel, je kan toch meestal zeggen toch als je in de auto zit van je moet het licht uitdoen. Want dan is het voor de chauffeur heel lastig rijden. Nee, dat is als je op de achterbank een lampje aan doet, de kinderen, dan lijkt het alsof er iemand achter jou heel dicht op je zit. Volgens mij is dat het. Ik krijg een ontzettend lamme arm, dus ik ga hem uitzetten, oké? Ik denk ook niet dat dit... Het is een goede workout eigenlijk, dat vloggen. Dit is ook geen Emmy Award winning materiaal. Dus maar ik krijg wel een vlogarm. Is dat iets, een vlogarm? Nou, dat wordt het wel, ja. Je hebt toch een tennisarm? Dan kan je ook een vlogarm hebben. Of zie ik dat verkeerd? Nee, ik denk dat dat wel kan. Ik moet even mijn man het credit geven. Want die heeft echt precies op het juiste plekje de auto neergezet. We hoeven helemaal niet verder te lopen. Hoe fijn is dat? Het is een soort beurs in Gala. Op hele hoge hakken. Door zo'n beursgebouw rennen. Wie dat bedacht heeft, weet ik niet. Maar goed. We hebben nu jullie verlichtingen.
kijk, ik ga nu eventjes voor Luxury TV. Charlie en Tanja, zijn jullie hier vaste bezoekers hier van de Master Luxury? Nee. Precies zo begaan. Wat ben je nu aan het doen dan? Nou, ik vroeg eventjes dat wij hier dat interview. Ik mij niet, ik wil maar. Nee, jij was er ook bij. Met de camera. Dit is er ook allemaal bij. Zo. Hartstikke leuk. Hebben we het er maar druk mee? knappe presentatrice. Lekker dichtbij, zo. Ja. Ik wou een selfie stick erbij hebben. Ja, die heb ik normaal. Die past niet in mijn handtasje. Oh ja. Dus ik moet daar toch even zo. Ja. Gewoon tegen bij de garderobe. De locatie. De locatiemanager van juni 13. Juni 13. 300.000 jaar geleden. Goed terechtgekomen. En we zijn er nog. Ja, en kijk hoe knap we nog zijn. Nee. Nou, ik heb een nieuwe vriendin. Die heb ik hier in het draaideur opgelopen. Ja, ja, ja. Hoe heet jij? Ik ben helemaal gek van Gerda. Gerda en ik zijn door de draaideur gelopen. En vanaf nu zijn we onafscheidelijk. Hey, hoi. Oh, ja, heb er nog één. Ik heb er nog één. Wie is dit? Dat is Marijke Baptiste. Marijke en Gerda. Ja. Ik heb twee nieuwe hartstikke. Leuk dat ze moeten hebben. Ik vind het leuk. Wat geweldig. Hebben jullie een leuke avond gehad? Toppie. Heel leuke avond. Ja. Heb je nog iets gekocht? Topavond. Nee, we hebben niks gekocht. Ik heb nog iets gekocht. Nog heel wat. En wat heb jij? Een biertje. Ik heb, ja, ook voor het goede doel, hè. Ja. Compensatie van alle overdadige luxe hier vanavond dacht ik, nou, ga ik ook iets aan het goede doel geven. Dus daar vandaar dit biertje. Oh ja, leuk biertje. En ik heb nog een leuk poedertje gekocht. Ja, leuk. Zonder parabenen enzovoort. Ja. Hey, ik vind je een hele leuke vrouw. Ik vind jullie ook heel leuk. Nu ben ik mijn man kwijt natuurlijk. Ja, ik vind het ook even. Nou, zijn jullie man ook kwijt? Ja. Hey, ga mee gaan we Amsterdam in. Ga mee gaan we Amsterdam in. We hebben geen man nodig, toch?
Oh, daar komen ze al weer aan hoor. Die mannen. Ja, ja hoor. Ja, wij doen niks hoor. Dus, nee, precies. Als ze hoorden ergens in de verte iets van we gaan Amsterdam in, dus ze dachten, oh. Oké, dames, veel plezier. Leuk, het zal goed hebben. Dag. Doei. Ik ben mijn man kwijt. Waar is mijn man? Oh, daar is mijn man. Daar is die hoor. Ja hoor. Ik was mijn man kwijt. Nee, ik zat even te kijken naar Johnny Depp, maar toen zag ik dat het dinsdag gisteren ook iets was. Oh ja, hij heeft helemaal geen make-up op. Nee, dat staat hem wel goed. Schaam je je voor mij? Ik had niet gedacht dat ik de hele avond met iemand met een camera zou lopen. Oh, we zijn er al. Ik vind het zo fijn dat je zo dichtbij geparkeerd hebt. Echt chapeau. Doe dat ding uit. Ik ben enorm trots. Doe dat ding uit en dan op. Ja, dit is het leven van een vloggende vrouw. Ik had het over je rok, niet over kamer. Oh, oh. Oh, nou oké. Okay. Dan doe ik hem even uit. Doe ik hem even uit. Wat vond je er nou van de miljonairs fair? Oh nee, sorry, de luxury fair. Ik vond het oké. Ik vond het op sommige momenten, zoals bij de make-up hangen, een uur, vond ik too much. Too much? Too much. Too much. Ik zei too much. Too much. Okay. Wat ze even is even geroken. Voor gewoon wezen. Ik heb gewoon echt. Voor gewoon wezen. Ik zit al 3 uur aan spaarrood en aan de espresso. Nou, zit voorop. Ik heb dus één rimpeloos oog en één met rimpeloog. Volgens die mevrouw van die crème die €700 kost. Ik heb twee. €700! Voor een crème. Wie koopt een crème van €700? En ik kreeg hem met korting voor slechts €400. Hmm. Voor één potje crème voor onder je ogen. €400. Nou, sorry, dat ga ik niet uitgeven. Maar in ieder geval, we hebben het overleefd. We zijn thuis. Ja. En het was eigenlijk best gezellig. Het was best leuk, toch? Ja, heel leuk. Ben je ook leuk? Ja, gewoon. Wat zeg je? Begrijp. Wat zeg je? Super leuk. Ik versta je niet. Volgend jaar weer. Praat je raar.